Ja, goedemiddag en welkom bij een uitzending van Bedrijvigheid in Rijswijk. En vandaag hebben we te gast Paul en Debbie van de leden van de Lumpia Express. Ja, en de presentatie is in handen van Mick van de Hoek en Robert Heideman. En de techniek is natuurlijk weer in de vertrouwde handen van onze Jan van der Velde. Ja, luisteraars, we zitten hier weer in Bedrijvigheid in Rijswijk. En ja, we staan er versteld van, Mick en ik, hoeveel bedrijven er vandaag de dag weer starten en ook jonge bedrijven bezig zijn. Want in de kranten lees je allemaal maar kommer en kwel. Het gaat slecht met de economie. Maar ja, ik zeg wel eens, dat zijn de grote bedrijven met de aandeelhouders. En als die het wat slechter zien gaan, ja, dan trekken ze hun geld eruit. En dan zijn er weer reorganisaties. Maar er zijn ontzettend veel bedrijven waar, zeg maar, de eigenaar, de directeur, alles in één is. En die gewoon zijn eigen geld er heeft ingestoken. Ja, en die gaan er gewoon voor. Die hebben een stuk hart voor de zaak, een stuk emotie. Dus ja, die zetten zich met het hele gezin daarvoor in. En ja, Mick en ik die zijn altijd natuurlijk tuk erop om dat soort bedrijven bij ons in de uitzending te krijgen. Want daar hoor je natuurlijk ook het meeste van hoe ze zijn begonnen en hoe ze dat hebben ervaren. En ja, dan zult u zeggen, wat is dat voor inleiding? Maar ik zit sinds kort op Facebook. En dan zit je wel eens rond te kijken. En toen zag ik op een gegeven moment de Lumpia Express. En dacht ik, ach, ik heb mijn schoonmoeder met Indonesische achtergrond. En hoe lang is het geleden dat wij bij lumpia's zeiden van, wat is een lumpia? Nou, tegenwoordig is een lumpia, die koop je gewoon zelfs in de supermarkt. Dat is dan wel zo'n ding uit de fabriek. Maar ja, daar kan je ze al kopen. Maar er is dus ook blijkbaar iemand die heeft op een gegeven moment gedacht, er is wat met lumpia's te doen. En toen is Mick op onderzoek uitgegaan, want zo goed ben ik er niet in. Ik kon dat nog net zien en ik zag de pagina ook. Ik zeg, Mick, dat is wat, daar moeten we wat mee. En Mick, jij bent toen op pad gegaan. Jij bent op zoek gegaan, je bent contacten gaan leggen. Ja, ik heb de Facebookpagina bezocht en daar stond ook een telefoonnummer bij, want er stond een flyer op. En nou, die ben ik heel brutaal gaan bellen. En ik zeg, joh, we hebben een nieuw programma bij Omroep Rijswijk. En die bieden een platform voor beginnende ondernemers en kleine zelfstandigen. En zouden jullie het eens een keer leuk vinden, naar aanleiding van het gesprek wat ik daarvoor had met ze, van, nou ja, ze gaan dat zo zelf denk ik wel vertellen. Dus, en of ze dan te gast wilden zijn om hier dat allemaal uit te leggen. Ze doen het echt op een ambachtelijke manier. En ja, dat vind je niet veel meer terug eigenlijk. Dat is allemaal fabriekwerk, zeg maar, zonder dat er, zeg maar, mensenhanden aan te pas komen. Ja, en rollen, deze worden echt rollen op een ambachtelijke manier gemaakt. Ingrediënt. Ja, er zit er iemand mee te knikken. Ja. Ik denk dat we zich moeten laten voorstellen, eerst maar eens. Ik heb hier links naast me zitten, nou ja, zeg het zelf maar. Paul van der Kraan. Ik ben samen met Debbie ben ik 2 jaar geleden opnieuw gestart met de Haagse Lumpia te maken. De Haagse Lumpia van de kippensoeptent op de Haagse Markt. Maar dat bestaat niet meer, die kippensoeptent. De kippensoeptent die is in 1996 verdwenen. Ja. En toen 2 jaar geleden, want jullie zijn man en vrouw. Nou, door, laten vertellen. Debbie en jij. En jullie dachten van, hoe kwam je op het idee? Want ik bedoel, je kan natuurlijk ook iets anders doen. Je kan ook kattenvoer thuis gaan brengen bij de mensen. Ja, dat had ook gekund. Maar doordat er zoveel vraag van oude klanten, als je ze ergens tegenkwam, iedere keer begonnen ze weer over die ouderwetse lumpia van de kippensoeptenten. Nou, toen heb ik gewoon gezegd, nou, ik ga het gewoon weer eens beginnen daarmee. In die jaren verleden, toen maakte jij die lumpia's? Ik heb ze van mijn 18e tot mijn 30e dag in dag uit lumpia's gemaakt. Ja. Vellen gebakken. Ja. We maakten alles zelf. Vellen gebakken? Ja, de korst. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Want ik ben heel benieuwd hoe dat in elkaar steekt. Nou, dat kan. Hoe je dat moet doen. Maar 2 jaar geleden. En Debbie, jullie dachten toen, we gaan voor onszelf beginnen. Dat is best een grote stap. Ja, zeker. Dat is een hele grote stap. Maar het is onwijs leuk om het te doen. Ik doe het iedere dag met veel plezier en liefde. Ja, want 2 jaar geleden, u had natuurlijk waarschijnlijk eerst daarvoor een tijd met elkaar erover gehad. Op elk moment van de dag. Van, wat is het moment dat we voor onszelf gaan beginnen? Ja, dat klopt. We hadden een schoonmaakbedrijf en dat liep een beetje terug. En ik was gevallen met de hond en ik had mijn schouders zwaar gekneusd en ik kon eigenlijk niks meer doen in het bedrijf. En toen zijn we dus, toen hebben we dus besloten om weer met de lumpia te gaan beginnen. Paul, ja, die was er altijd vol lof over en dat hij zoveel jaar natuurlijk zelf gemaakt had. Ja, dus eigenlijk
het schoonmaakbedrijf liever wat minder. Je helpt wat probleem dat je gevallen was. Dus in plaats dat je dacht, ik ga maar een uitkering halen, ik ga gewoon lekker voor mezelf beginnen. Ja, ik wilde geen uitkering, ik wilde ook niet stilzitten, daar ben ik het tip niet voor. Dus ik wilde gewoon iets doen wat ik dus wel kon doen. En toen ben ik daarmee begonnen. Ja. Toen ben je naar de Kamer van Koophandel gegaan? Ja. Want je had natuurlijk wel een inschrijving, maar dat was natuurlijk voor heel iets anders, voor het schoonmaakbedrijf. Ja, klopt. Dus je moest je in gaan laten schrijven. Ja. En dan sta je met, dat is 10 minuten werk, kan ook zelfs tegenwoordig via online, ja. Online ook al. Maar ja, dan begint natuurlijk het verhaal. Want ja, dan denk ik, kijk, als ik, ik noem maar iets, mobiele telefoons ga verkopen, dan bestel ik er gewoon een heleboel in het buitenland. En dan ga ik ze gewoon verkopen. Maar met lumpia's heb je natuurlijk ook al over producten, die zijn hygiëne gevoelig. Ja. Ja. Je moet daar natuurlijk... Ik bedoel, Paul, jij hebt natuurlijk de ervaring mee. Ja, ja, ja. Want je hebt natuurlijk zoveel jaar gemaakt. Dus jij weet natuurlijk hoe kwetsbaar... Ja. Hoe, ja, toen waren de wetten heel anders als tegenwoordig. Want ik zeg, vroeger, zoals het nu gaat, je werkt met handschoenen, mondkapjes, haarbeschermers en al dat soort zaken. Nou, dat was 40 jaar geleden. Was dat helemaal niet. Kijk, en tot zo doen we dat nu. Ja. Want dat zijn allemaal dingen. Nou, want je krijgt ook controles van de warenwet en andere. Nou, die zijn, zijn al bij ons geweest. Nou, dat is prima in orde. Want de ruimte waarin je werkt moet er tot bovenaan betegeld zijn. Ja. De naden moeten niet openstaan. Ja. Maar ik heb hun bezocht daar. Oh, je bent geweest? Ja, ik ben geweest. Wat leuk. Ja, vertel. Vertel. Ja, het is gewoon een hele hygiënische, frisse ruimte. Alles is wit. En, ik bedoel, goed alles met houden. RVS. Ja, ik heb... Ja. We zelf ook wel eens van aan het kokkerellen, dus ik let altijd wel op kleine dingetjes, maar het zag er spik en span uit. Echt complimenten. Dat was echt heel echt wel hygiënisch. Ja. Dat is, 2 jaar geleden dat u begon, heb je ook snel een bedrijfspandje gevonden waar je dat kon doen? Nee, die had ik al. Oh, die had je? Ah, dat was natuurlijk mooi. Maar dat moest natuurlijk aangepast worden. Ja, dat is beneden heeft mijn zoon een hele unit zeg maar gemaakt. En die heb ik zelf helemaal betegeld en alles aangesloten. Zo. Maar indirect kan het natuurlijk ook niet anders. Als je al zo lang een schoonmaakbedrijf hebt gehad, dan weet je hoe schoonmaken gebeuren moet. Dus ik had het ook niet anders verwacht dat het daar vrij hygiënisch uit zou zijn. Nou, ze zeggen wel eens tegen me, je hebt nog net geen smetvrees. Nee, nou ja, dat is beter. Nee, je moet geen hoeken hebben, je moet dingen moeten rond zijn. Ja, en je hoeken moet allemaal met de ronde dingen afgewerkt worden. Ja, hij laat het nu zien met de hand, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. En een kastje mag niet gewoon recht zijn boven, moet schuin zijn, dat er geen vuil blijft. Tussen je RVS-bladen moeten strips zitten. Zodat er ook geen etensresten tussen kan zitten. Ja, precies. Ja, je hebt het gezien natuurlijk. Misschien ik heb ook nergens zeg maar voeding zien liggen. Eigenlijk lag alles netjes in de koeling. En per gebeuren werd het uitgehaald. Ik heb er even zo een half uurtje bij gestaan. Met een kapje om en een haarnetje op. Dus ik hoefde dan alleen geen handschoenen aan omdat ik niets aanraakte. Maar voor de rest heb ik dat allemaal even mogen zien. Ja, ja misschien. Debbie, vertel eens. Voor de luisteraars is dat natuurlijk best leuk om eens te vertellen wat gaat er nou eigenlijk in een echte goede lumpia. Wij doen de bami kip en groenten in en alles is vers. Ik snij de groenten zelf met de hand. Zo. Ja. Zo. En allemaal verse producten gaan erin. Zo, en dan even voor mijn begrip hoor, gaan die groenten, moeten die er rauw in? Of die kook je. Oh, die kook je. Die moet even de kook eroverheen. Precies. Blancheren. Ja. En de bami, die wordt ook gewoon dat ze... Ja. Precies. En dan... Decadent, hè? Decadent? Ja, dus niet te gaan. Nee, precies. Niet kapot je bakt ze ook nog. Ja, dus je moet er rekening mee houden. Ja, want ze komen zo bij. Want ik denk bij mezelf van... Ja, ik probeer het even voor de luisteraars te koken. Die moeten er ook even stappen maken. Oh, ik word al gewaard. Ja, luisteraars, we gaan weer verder. Want er is nog zoveel te vertellen. Mick, jij bent er geweest. Ja. En we begrijpen nu wat gaat erin. Maar... wat er omheen zit natuurlijk, wat de lumpia zo eigen gezicht geeft. Ja, die waren ze aan het bakken, zeg maar. Die worden gebakken. Eigenlijk. Ja, dat wist ik ook niet. Maar ik denk dat Paul dat eigenlijk veel beter zelf kan vertellen hoe dat een beetje in zijn werking gaat. Het stappenplan. Van de lumpia, ja, tuurlijk. We beginnen met het maken van de vellen. Ik sla alles zelf. Dan ga ik de flenzen bakken. Nou, als die laat ik afkoelen.
Dan wordt de kip gekookt. Echte, dikke, vette soepkippen. Geen plofkippen. Nee. Dus die worden gekookt. Die worden afgehaald. Een deel wordt gemalen. En een deel wordt in stukken gesneden. Want dat is een mooie gezicht in je lumpia. Dan snijdt Debbie de groenten. Alles met de hand. De groente wordt dan gekookt, dan geblancheerd en afgekoeld. En die laat uitlekken. Dan wordt de mie gekookt, ook niet te gaar. Die koelen we ook af. Dan gaat Depp de kruiden maken. Daar geef ik geen toelichting op. Dat is geheim voor de kok. Als dat gedaan is, wordt de groente met de mie, die meng ik eerst. En daarna gaan pas de kruiden erin, zodat het helemaal goed lekker door kan trekken. Goed door kan trekken. Die laat ik even staan. Dan gaan ze in, wat we niet rollen, wordt gelijk direct gesield. Dus vacuüm. Gaat de koelkast in en wordt de volgende dag gedaan. Maar wat we dagelijks wegrollen, wordt gelijk verwerkt. De vulling, zeg maar. Ja. Bedoel je, ja? Er wordt niks weken in de vriezer of in de koelkast gezet. En dan gaat de kip er dan nog als laatste bij. En dan worden ze gevouwen als een envelop. We leggen eerst netjes de kip erin. De groente gaat eroverheen. En dan vouwt Debbie ze keurig netjes. Dat is Debbie de taak, dichtvouwen. Ja. Maar heel even hoor, terug naar dat velletje. Als ik zoiets maak in mijn pan, dan is het natuurlijk net als een pannenkoek, die is rond. Ja. Maar die vellen voor jullie zijn toch niet rond? Die zijn rond. Ja. Die zijn rond? Rond, dat kan niet. Ach. Okay. Ja, je kan ook koekenpannen nemen die vierkant zijn. Ja. Maar ik heb het op de markt altijd in ronde pannen geleerd. Dus. Oh ja. En je kan één vel per keer bakje? Ik bak met twee pannen. Oh, twee pannen sta je. Ik bak daar 120 in de uur. Zo. Ja, het gaat hard hoor. Zo. Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Ja. Want aan de ene kant is het natuurlijk super leuk dat jullie het al met de hand doen. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook nog een beetje betaalbaar product overhouden. Ja. Dus je wil een ambachtelijk product. Je wil alleen maar met top ingrediënten werken. Zeker. Want als mensen kiezen voor jullie lumpia, dan kiezen ze duidelijk voor zo'n product en niet voor iets uit de fabriek. Dus ze zijn natuurlijk best bereid om iets meer voor te betalen. Maar dan willen ze natuurlijk ook een product hebben waar ze een gevoel van hebben. Nu hebben we ook iets dat gewoon perfect smaakt. Nou, ja, dat doet het ook. Ja, ja. En dan maak je ze. Ja. Maar ja, dan moet je ze natuurlijk nog verkopen. Ja, zeg maar, als ze dan gevouwen zijn, dan worden ze voorgebakken. Oh, worden ze voorgebakken? We laten ze dan goed uitlekken, dat het niet te vet is. En dan worden ze verpakt. Oké. En daarbij hebben ze natuurlijk ook nog hun eigen sambal. Ja. En die maken ze ook zelf. En dat is niet. Mag ik ook niet vragen wat erin zit? Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar dat is niet de sambal die wij kennen, maar in een potje, die rood van kleur is. Maar het is helemaal vers op uibasis, tenminste, zoals ik het proef. Ja. Ook rood, of dat niet? Ja. Nou. Ja, nee, ik ga je niet uit horen, hoor. Nee, dat vertel ik toch niet. Nee, precies. Ja, maar de mensen gissen en die zeggen dat gaat erin. Dan zeg ik, nou maak het maar. Nou, ze hebben het al zoveel geprobeerd. Ja. En het lukt ze niet. Nee. Hey, maar dan vertel je, jullie zijn ermee begonnen omdat veel oude klanten van jullie zeiden, we missen jullie lumpia. Nou, daar heb je dan wat klanditie aan. Maar daar alleen doe je natuurlijk niet mee. Want je moet uiteindelijk wel je vaste lasten moeten betaald worden. Je moet uiteindelijk zelf ook nog een boterham eten. Ja. Dat zo is het ook. Maar hoe ik heb ook, door de lumpia's te verkopen heb ik ook een hoop nieuwe klanten die ze nog nooit gegeten hadden. Ja. Die zijn nu ook vaste klanten. Precies, maar nou probeer ik dus, Paul, hoe kunnen mensen jou vinden? Dat bedoelde ik eigenlijk. Hoe kunnen ze vinden waar ze moeten bestellen of hoe werkt dat? Op Facebook. Ik heb een pagina aangemaakt op Facebook, de Lumpia Express. Ja. Daar kunnen ze op kijken. Daar staat ook het adres staat erop waar we te vinden zijn. En ze kunnen ook via de lumpiaexpress@gmail.com kunnen ze ook een mailtje naartoe sturen. Wordt ook heel vaak gedaan. Dan krijg ik ook heel vaak bestellingen. Heel even, voor de Lumpia Express aan elkaar geschreven? Ja. Dus Lumpia één woord. Express. De Lumpia Express met een X. Express. Ja, met één S. En één S en een apenstaartje Gmail. G aan elkaar geschreven. Gmail.com. Oh, dat is op zich ook wel makkelijk. Ja. En vertel eens, stel bijvoorbeeld ik heb een verjaardag van het weekend, ik wil er 25 hebben. Hoe werkt dat dan? Moet ik dan een mailtje sturen? Of?
Je kan een mailtje sturen via Gmail. Ja. Je kan een mailtje sturen via Facebook. Maar je kan ook ons telefonisch bereiken. En we hebben ook een bestellijn. Oké, en dat staat ook op jullie pagina's vermeld. En ook op de Vrienden van Omroep Rijswijk. Ja, op de vriendenpagina. Okay. Omdat ik ook gelijk even wil mededelen tot ze ook donateur geworden zijn vandaag. Vriend van Omroep Rijswijk. Leuk. Dus dankjewel nog jullie daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja, luister, het is eigenlijk een, hoe moet ik dat zeggen? Een samensmelting van mensen. Een synergie. 1 en 1 is 3. Want onbekend is onbemind. En dat geldt hier denk ik ook voor. Ja. Ik kan me voorstellen als jullie 1 keer mensen hebben die het geproefd hebben. Ofwel als er iemand op bezoek zijn die jullie lumpia's heeft. Of die op een andere manier daarmee in aanraking komen. Die blijven natuurlijk terugkomen. Want het is natuurlijk gewoon een product waarvan je zegt je zou het eigenlijk zelf moeten kunnen maken. Maar ja, dat is natuurlijk niet te doen als je die ervaring niet hebt. Heel veel werk hoor. Precies. Wat er allemaal aan. Precies. Moet je ook niet aan willen beginnen, maar het is ook wel leuk, zeker prijs, als je een verjaardag hebt of je hebt eens een feestje, dat je zegt ik wil gewoon echt een lekkere snack neerzetten en dan niet meer die standaard dingen van vroeger of hoe heet die dingen ook weer die je in de olie gooit met al die verschillende vormen, die snacks die je dan krijgt om 1 uur of 10 als je bij mensen bent. Nou, die hapjes, die heet dat, die borrel. Die borrel, ja, precies. Die, ja, die altijd of te vet zijn of. Ja. Nee, ik heb ze ook mogen proeven. Maar dit is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Een keer kleine loempjaartjes voorkomen bak om te laten proeven. Nou, en ik heb hier ook alleen maar positieve geluiden erover. Ja, en ze smaakt ook echt lekker. Want het is natuurlijk heel leuk als je gewoon iets organiseert. Die wil gewoon tussendoor gewoon even een lekker hapje. Ja. Dan is het natuurlijk heel leuk als je gewoon een lekker een warme lumpia kan aanbieden. En jullie, om het even af te maken, hoe krijgen de mensen ze thuis? Hoe werkt dat? Die worden thuis bezorgd. Of ze kunnen ze komen halen, dus zeg maar in Pijnakker bij ons. Ja. Of we bezorgen ze aan huis. Ja. Of bij catering. Zijn er nog eigenlijk extra voor de luisteraars extra kosten aan verbonden, zeg maar, voor het bezorgen? Voor het bezorgen, als ze dus 10 lumpia's bestellen, is het €2,50 bezorgkosten. Ja, dat is ook te doen. Dus. En bestellen ze er 20, dan is het geen bezorgkosten. Is het gratis? Ja. Okay. Nou, ze krijgen altijd een bakje sambal gratis erbij. Ja, dat zit er ook natuurlijk nog aan. En heel even hoor, van mijn begrip. Hoe krijgen ze aangeleverd? Gekoeld of? Nee, ze zijn bevroren. Ze zijn per 5 zijn ze gesield. Okay. Dus verpakt eigenlijk. Okay. Dus betekent als je dus thuis krijgt, dan moet je ze in de vriezer doen? Ja. En hoe lang van tevoren moet je ze eruit halen? Moet je ze nog ontdooien voordat je ze gaat afpakken? Het beste is om het eventjes. Je kan ze dus makkelijk van elkaar halen. Ze zitten niet aan elkaar vast. Dus je kan er zeg maar 1 uithalen en dan kan je ze in de frituur doen op 180 graden. En als je ze in de oven doet, dan laat je ze eventjes ontdooien in de magnetron. Een minuutje of 5, 6. En dan doe je ze in de oven, ook op 180 graden, 20 minuten om en om. En dan zijn er ook die doen ze in de koekenpan. Dat kan ook. Oké. Maar dan moet je ze natuurlijk helemaal wel helemaal laten ontdooien. Ja, dan zakken ze helemaal in, lijkt me. Nou ja, ze vinden het erg lekker in de koekenpan. Dus, oh, dat deden wij vroeger ook. Oh ja, joh. Ja, een hele ouderwetse manier. Ja, oma, altijd, ja. Ja, die had natuurlijk geen magnetron. Nee. Dat was in die tijd niet. Nee, dat had ik even niet benaderd. Die deed heel veel in de koekenpan. En we zijn weer in de uitzending met Bedrijvigheid in Rijswijk. En aan het begin van de uitzending vertelde ik al dat de bedrijvigheid in Rijswijk is vooral in het leven geroepen. Omdat wij ontdekten, Mick en ik, dat er gewoon een heleboel jonge ondernemers zijn. En mensen die net een paar jaar bezig zijn. En die vallen eigenlijk over een beetje tussen wal en schip. Grote bedrijven, die zie je in de kranten staan. En de wat kleinere, zeg maar, het midden- en kleinbedrijf. Die toch eigenlijk juist zorgen voor de groei van de economie. En vooral ook in deze jaren dat het misschien wat minder dreigt. Te gaan toch zorgen dat er beweging is en ook zorgen voor werkgelegenheid. En zo zie je toch dat heel veel mensen ook vooral die of niet meer aan het werk komen of moeilijk een baan vinden, als ZZP'er vaak beginnen, of zelfs een eigen bedrijf. En vandaag hebben we de Lumpia Express in huis met Debbie en Paul. En die hebben 2 jaar geleden bedacht, weet je wat we doen? We gaan gewoon lumpia's maken. Paul heeft ze in het verleden op de Haagse Markt gemaakt. En ja, die had er zoveel leuke reacties. En die kreeg nog steeds leuke reacties. Vandaar dat ze 2 jaar geleden hebben gezegd, we gaan voor onszelf beginnen. Hebben ze hun ruimte die ze al hadden, hebben ze helemaal laten ombouwen tot een hygiënisch hoogstaat. Heeft hij zelf gedaan, vertelt hij zelfs. Kijk dan, want hij zat vroeger in het schoonmaak gebeuren. Dus hij wist precies hoe je moest werken. Alles moet ronde randen hebben, want dat is makkelijk schoon te houden. Zoals is het op al. Ja, 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 ja. Precies, want de hygiëne, als die te komen, dat is welke dienst komt er dan controleren?
Dienst van de Warenwet, de HACCP. Precies, dat zijn de controle van de kritische punten. Ja, ja. Kritische controle. Nou, die hebben we al gehad en dat was prima. Dus. Ja, geen probleem. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, is het die ook. Hebben dat mensen bij jullie lumpia's kopen en er ziek van worden. Nee, maar ik ben zelf al vies uitgevallen, dus ik... Zorg gewoon dat het er goed uitziet. Dat het goed schoon is, precies. Ja, en voor het muziek heb je ons verteld hoe de lumpia's gemaakt worden. Ja. En we willen eigenlijk wel weten van... En buiten het bezorgen natuurlijk, vroeg ik net ook van... Maar kunnen we ze ook gewoon ergens in een winkel halen? Of een keer ergens bij een snackbar al proeven of zo? Ja. En toen was Paul en Debbie zeiden in koor, daar. Ik zeg, nou wacht even... En dan als het muziekje afgelopen is, is dat misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Zodat ze misschien dat ook kunnen horen. Dus waar kan je ze gewoon kopen? Kun je ze halen? Ten eerste bij Marks Snackcar op de Maanweg in Den Haag, bij de Binkhorst. Slagerij De Stede in de Driebergenstraat in Den Haag. En in de, zijn de pasbronnen met Hans Worst in de Keizerstraat op Scheveningen. Okay. Dus jullie zijn de verkooppunten wat meer aan het uitbreiden nu. En ik ben bezig met grote cateraar, de Albron. Om, die zal mij een deze dagen benaderen om een afspraak te maken. En die gaat ze ook proeven. Ja, en Debbie vertelde net nog even, voordat we zeg maar, in de uitzending gingen... dat er ook nog, dat je met twee voetbalverenigingen hier in de kantine... Ja. Ja, leuk. En als het campingseizoen weer begint, dan gaan we natuurlijk, de kantine is op de camping. Ja, en daar hebben ze natuurlijk ook vaak feestjes natuurlijk. Ja. En, ik nogmaals, ik heb ze zelf mogen proeven en... Ja, ze zijn echt heel erg lekker. En dat sambal, die is heel lekker. Ja, je wil niet vertellen hoe die hoort maakt, erbij. Ja, de sambal maakt de loempje af. Ja, klopt. Het is het de puntje op de i, zeg maar. Ik heb topkok Pierre Wind heeft geproefd. En die zei, dat is deze combinatie is uniek. Hij zegt, die lumpia is uniek, zegt hij. Ja, want het is niet pikant echt, zeg maar, de sambal. Normaal zou je denken van, dat is pedis, zoals we dat in de Indische termen zeggen. Ja. Maar hij is, op het moment dat je hem neemt, voel je een pikantje en die is daarna gelijk weg. Ja. Ja. Ik heb eens moeten kijken in je netwerk, Mick. Dat is ook in Rijsek natuurlijk gewoon in Oud en Nieuw Rijsek een goed punt krijgen waar ze te koop zijn. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. En ik vind ook, het hoort hier ook wel. En daarom zeg je ook van, ja, waarom Rijswijk? Het is tegenwoordig niet meer echt plaatsgericht. Hè? Vandaar, hun hebben dan zeg maar hun werkplaats in Pijnakker, maar... Ja, ze leveren aan huis. Het is dus ook in heel Rijswijk. Maar je hoort het ook Scheveningen, het maakt niet uit. Nee, dus, maar het is natuurlijk leuk als mensen natuurlijk gewoon in de buurt kunnen. Je kan ze natuurlijk bestellen en dan kunnen ze het brengen. Maar het is natuurlijk ook makkelijk als je gewoon wat meer verkooppunten hebt. En ik zit ook te denken, misschien moeten we zelf ook wel naar evenementen toe. Als je dat aan kan, want je moet het nog produceren ook. Nou, maar dat gaat wel lukken. We hebben straks een strandwalfestival. Daar komt heel Rijswijk natuurlijk langslopen. En dan zou je natuurlijk eigenlijk ook moeten staan. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weer een verkoopwagen hebben. Dus ook weer een investering. Ja, daar ben ik mee bezig. Ben je mee bezig? Ja. Oké. Want ik wil gewoon ambulant ook gaan rijden met de wagen. Oké. Dus het liefst zou ik ook in Den Haag een vaste standplaats hebben. Maar ja, dat hebben die 1, 2, 3. Kijk, de ventvergunning hebben die nodig. Dus ik moet een verkoopwagen hebben... Waar alles in zit. Dat ik niet afhankelijk ben van de stroompunten van de gemeente. Ah. Kijk, dan kan ik gaan staan waar ik wil. Hoef je daar geen ventvergunning voor? Sinds 2010 of 2008 heb ik geen ventvergunning meer nodig. Oké. Dus je zou op een gegeven moment... alleen, natuurlijk als er een evenement is, dan moet je waarschijnlijk met zo'n organisatie... Ja, dan moet je gewoon... Stemmen. Ja. Maar ik zeg, ik heb allemaal papieren ambulante handel, dus ik mag overal gaan staan. Ja, en ik kan me voorstellen als je natuurlijk ergens bent. Ik begreep trouwens, dat ving ik net even op, afgelopen weekend met de Valentijn Party in de opera. Stad, ja. Daar hebben jullie ook met je lumpia's gestaan? Nee. Oh, maar? Nee, niet maar. Oh, ik dacht dat jullie ze daar ook hadden laten proeven. Had ik graag willen doen, maar. Ja, ik heb het nog geopperd, maar hij had wat afspraken staan. Dus Oké. Want ik kan me voorstellen, als je natuurlijk... als iemand jullie lumpia eet... en ze hebben er iets bij waar jullie adres op staat... dan is het natuurlijk een kwestie van... iedere tevreden klant is natuurlijk een klant voor...
zeker. Ik zal het dus opperen bij Richard de Jong van de toppers. Ja, ik denk, jullie zijn al 2 jaar bezig. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je goed product hebt. Dat hebben we de eerste half uur van jullie heel goed begrepen. In wezen denk ik dan, en misschien is het ook wel goed hoor, als beginnend ondernemer, dat je eerst zorgt dat je natuurlijk een perfect product hebt, perfecte werkruimte, waar je nooit problemen mee hebt. Het zou natuurlijk heel triest zijn als je straks een heel goed product hebt, dat heel goed loopt, en je krijgt opeens problemen met je verre, met je productieruimte. Dus dat moet op een top in orde zijn. Zeker dat weet. Heb je in orde. Ik begrijp dat je hebt goede loempia's. Ja. Jullie hebben ook nog. Die zijn ook in orde. Die zijn ook in orde. Dan kan ik me nog bedenken, misschien moet je nog iets van een kleine loempiaatjes gaan maken. Die heeft hij ook. Die hebben we. Dat heb ik al. Die heb je ook al. Loempia's voorbij de borrel. Ja. Heerlijk. Maar het zijn een soort kleine loempiaatjes. Ja, dat zijn zeg maar. Mini-loempiaatjes. Ja, mini-loempiaatjes. Hetzelfde recept. Zijn crack eender. Oh, okay. Alleen ze zijn happen iets makkelijker weg. Hey, zit er een dunner velletje omheen, of niet? Een kleine velletje. Oh, kleine velletje. Nee, kijk, ik bak ze in kleinere pannetjes dus. Ja, precies. Leuk. Hey, en dat is dan in orde. Je bent nu al met wat verkooppunten bezig. En misschien, Debbie, jij zet net zeggen voor de luisteraars die net geen pen bij de hand hebben. Waar kunnen ze jullie vinden, zodat ze kunnen zeggen, we gaan er ook eens bestellen? Want we hebben binnenkort een feestje of een verjaardag. Ze kunnen bij Facebook naar de pagina gaan, naar de Loempia Express. Daar kunnen ze dus alles vinden van ons, van over loempia's van klein tot middel tot groot, hebben we zelfs ook. En daar staat ook het de bestellijn staat erop. En ze kunnen ook naar deloempiaexpress@gmail.com. Daar kunnen ze ook een bestelling doorgeven, eventueel. Dat is gewoon jullie e-mailadres? Dat is ons e-mailadres. En de besteltelefoon, dat was 06-266-82661. Oké. Okay. Gaan we straks nog even een keer halen. Ik denk dat heel goed. Jullie zijn al 2 jaar bezig. Als je nou kijkt, we zitten nu zeg maar op 3/4 van de uitzending. Als je nou terugkijkt op die eerste 2 jaar, wat waren nou met name dingen dat je later denkt, goh, als we dat misschien eerder hadden we geweten, of als we, nou, vul me in, leerpunten. Hebben jullie nou dingen dat je denkt, de eerste periode ben ik toch wel eens tegen dingen aangelopen? Nou, nee, niet echt, want ik heb zeg maar mijn ruimte waar ik in ging werken, heb ik bewust van tevoren zo ingericht dat ik niet later hoef te kijken van, dat moet er nog gebeuren en dat moet er nog vanaf gebeuren. Vanaf het eerste moment nee, was het tot de stroompunten, perfect. Ik heb onder zoveel meter, heb ik stroom, het is allemaal goed geregeld. En dan eigenlijk van, ik weet niet waar ik dat, ja, we spreken zoveel mensen, Mick en ik, die hadden op een gegeven moment, misschien weet jij dat nog, we hadden op een gegeven moment iemand die kocht alleen maar vlees bij bepaalde slager, want dat was van een bepaalde kwaliteit. Dat was Jeroen Rijns, was van Feestidee. Als hij met zijn catering, Acacadabra, kocht, omdat hij dan altijd gegarandeerd dezelfde kwaliteit kon leveren. Precies, daar ging het om, diezelfde kwaliteit. Want jullie zijn natuurlijk erg afhankelijk van de ingrediënten natuurlijk, die erin verwerkt. Ja. Ik bedoel, je natuurlijk moet geen wisselende kwaliteit hebben. Nee, ik heb altijd dezelfde Ik heb altijd. Ik heb vaste leveranciers. Ja? En daar blijf ik ook bij. Ja. En ja, je zei het net als een grapje. Ik verwerk geen plofkip. Maar goed, vandaag de dag, anno 2015. Ja, weet ik. Is dat voor de mensen toch best wel heel belangrijk. Ja, is het ook. Dat er gewoon een goede kip in zit. En geen. Ja. Ik krijg reacties van mensen die ze nog nooit gegeten. En zeggen ze, wat zit er voor kip in? Die is zo lekker. Ja. Dus ja. Ja, het product dat maakt natuurlijk, dat is waar je mee neerzet. Nou, ik vind, ik zelf eet ook niet graag rotzooi, dus ik geef het ook een ander niet. Nee, klopt. En die loempia die smaakt echt niet hetzelfde als uit zeg maar een cafetaria, wat eigenlijk iedereen wel eens een keer gegeten heeft uit een cafetaria. Ja. Of bij de Chinees, echt zo'n portefeuille wat je dan, zo'n damestasje wat je dan eigenlijk krijgt. Nee, dit is echt gewoon een culinair iets, zeg maar. De smaken zijn afgestemd, de grootte van de medium size, nou die is echt afdoende in principe. Mm. Daarnaast hebben ze ook grote, nou dat is echt een complete maaltijd. Dus ik bedoel. Ja, dat hebben we ook geleerd van een van de vorige mensen. Zit hij nou weer te zwaaien? Nou, nog één ding. Jan, dan gaan we zeggen. Nee, die vertelde, kijk. Je moet nooit iets doen wat de buurman ook al doet. En omgekeerd, kijk, een fabrieksloempia, die heeft natuurlijk beperkingen, de manier waarop het gemaakt wordt, verwerkt wordt. Kijk,
alles wat je natuurlijk doet dat anders is dan, kun je mee onderscheiden. En dat is ook heel belangrijk als je natuurlijk iets neerzet. Als je met een lumpia komt, moet je ook duidelijk onderscheidend zijn. En alle lumpia's die je in elke supermarkt kan kopen. En dat is gewoon heel belangrijk wat je zegt met je ingrediënten. En dat je hem ook met de hand rolt. Het is natuurlijk wel heel veel werk. Die worden met een machine gemaakt. Precies, eigenlijk zeg maar, elke lumpia is bij wijze van spreken anders, zou anders zijn qua vorm. De een is een beetje zo. Je maakt natuurlijk in principe allemaal hetzelfde, maar ze hebben echt een uiterlijk. Ik bedoel, als je op een gegeven moment een feestje hebt en je komt met lumpia's, dan hebben echt mensen van, daar ligt wat. Ja, en wij maken natuurlijk ook de vellen zelf. En dat is natuurlijk ook veel lekkerder, omdat je die vellen zo kant en klaar koopt. Maar die kan je ook nog kopen? Ja. Dat is ook goedkoper. Die stug, en die zijn gewoon niet lekker. Als je die even laat liggen, dan is het net karton. Slop, ja. Dit is echt gewoon een crispy bite. Ja, dit blijft gewoon lekker. Zeg maar. Ja. We gaan trouwens even Jansen zeggen. Ja, nou, we hadden het net daarvoor over de kleine lumpiaartjes nog. En over de vellen. En wat hebben we eigenlijk nog gegeten? Wat natuurlijk ook, wat ik denk heel belangrijk is, wat ze net vertelde, hoe je het dus onderscheiden kan van een ander. Want om succes te hebben, moet je gewoon natuurlijk toch onderscheidend zijn. En nooit en te never inleven op je kwaliteit. Maar dat hebben we van Paul al begrepen. Ja, dat ga ik pertinent niet doen. Haal je mee op. Je gaat dan is het klaar. Nee, precies. Hey, en de wensen, je hebt natuurlijk wensen, je vertelt net al één. Een eigen verkoopwagen. Ja. Nou, ik wil het product, zeg maar, wat toen de tijd verkocht werd op de markt, wil ik weer net zo onder de aandacht hebben, zoals het toen was. Ja. Want we verkochten echt zoveel, dat wil je niet weten. Ja. En soep maak ik ook zelf, de kippensoep. Ja. Ah, dat is ook een optie nog. Ja. Als je een succes hebt, diezelfde klanten, ik zit maar weer te denken, die mensen die een feestje hebben, als ze natuurlijk de 20, 25 lumpia's, dan willen ze natuurlijk ook graag echte kippensoep en niet uit een blik. Want, nee. Kijk, als je mensen op bezoek hebt, dan wil je ze ook als een echte gastheer verwennen. Alsof je het zelf hebt gemaakt. Ja. Nou, ik maak het zelf. Jij maakt het. Ja. Maar dat doe je nog niet, kippensoep. Ja, dat doe ik ook. Oh, doe er ook al bij. Grote stukken kip. Erin. Ja hoor. Oh, die heb je ook al. Die staan ook op de lijst. Ja. Nou, kijk, mijn streven is de kleine kippensoepkaart te maken met de producten die we destijds op. Nee, maar ik denk ook vooral voor mensen die een feestje hebben natuurlijk. Zeg, nee, hij vroeg nog van, zou ik wat lumpiaartjes meenemen naar de uitzending? Ja. Toen zei ik, nee, dan moeten we die frituren, hebben we weer zo'n geur hier. Maar en dat mag niet in de studio, kippensoep hadden we wel op kunnen warmen. Ja. Ja. We hebben weer een kans laten gaan. Keer. Gaan we gewoon een keer daar. Onder het motto, we gaan nog even bij jullie komen en weer even kijken. Na komt er op het moment dat hij een verse soep gemaakt heeft. Ja. Komen we even aan. Ja. Nee, maar dat is ontzettend leuk. Dus eigenlijk noem je line extension, zeggen de echte marketeers. Hè? Dus met een bekende, je hebt een naamsbekendheid, dat is de Lumpia Express. Nou, er zit kip in. En de kip vinden mensen blijkbaar heel erg lekker. Ja. Dus wat zou dan iemand die gestudeerd heeft, die zegt dan, nou, dan moet je kijken, de kip is jouw kracht. Wat kan je nog meer met kip? U moet kippensoep gaan maken, maar dat doen jullie dus al. Ja, dat doe ik al. Dat deed je zoveel jaar geleden al. Ja, want het heet, op de markt heet het de kippensoeptent. Kippensoeptent, ja, die ken ik nog wel. Nu is de Lumpia Express die kippensoep met soep hebben we gekocht. Hey, toen heette je de Kippensoep Express en je verkocht ook kippensoeptent. En je verkocht de lumpia's. Lumpia's, we gingen naar het abattoir uien. Uienbord. Ja. Uienbord. Dan vragen ze daar nog om. Dan krijg je alleen nog maar bij Dopmeijer. Ah, en varkenspootjes maken. Ja. We maakten zelf de ballen gehakt, de schnitzels, de carbonaatjes. Ja. Die ribben hadden we op het abattoir. Ja. En mijn zwager die maakt dat allemaal zo. Ja. Hey, je merkt toch dat er behoefte toch in is. Dat mensen dat toch leuk vinden. Ik bedoel, je hebt een aantal jaren gehad dat mensen toch erg waren van, nou ja, het vult de maag, oké. Maar dat mensen toch wel leuk vinden. Ja, ik blijf het maar zeggen, als een feestje of een verjaardag hebben. Hè, dan vroeger werden een paar zakken chips opengetrokken, een paar blokjes kaas. Ja. En wat was het? Met zo'n borrelnootje erbij. Maar ja, dan kreeg je op een gegeven moment al heel snel dat je, ja, ik werd er altijd misselijk van. Ik kreeg er zo'n bolle buik van. Het is ook veel lekkerder. Op een gegeven moment gewoon lekker een lumpia. En wat later op de avond. Dat je gewoon nog een paar. En natuurlijk gewoon lekker een kop soep. Met een lekkere, echt goed stuk brood. Echt een lekkere boterham erbij. Zo. Vers stokbrood. Zo. Eet je vingers, Bill. Nee, hartstikke leuk. Help jij nog heel even, want daar ben ik iets slechter bij. De adressen waar Paul was, en Debbie te vinden zijn. Of hoe zie ik als ook zelf? Doe het anders zelf nog eventjes. Ja. Je kan op de Facebookpagina kan je kijken bij De Lumpia Express. En het adres is Boesemweg 6C 26 41 KH in Pijnakker. En het is in het industrieterrein De Boesem.
Ja, en, maar heel even, je wilt ook een e-mailadres? Een e-mailadres, dat is deloempiaexpress@gmail.com. En je kan ook bij Facebook, kan je dus op de pagina, kan je ook een naam of zo, of een bestelling kan je daarop zetten. En je wordt altijd teruggebeld en dat is op bestellijn 06-266-82661. Oké. En ik heb net van Mick begrepen, het staat ook op... Vrienden van Omroep Rijswijk. Pagina, dus ja, dat is allemaal goed te vinden. Staat het ook. Oké, fantastisch. En als u helemaal niet uitkomt, luisteraars, dan kunt u altijd gewoon mailen even. En op de kabelkrant. De kabelkrant ook van Omroep Rijswijk. Maar anders kunt u ook altijd even mailen naar info@omroeprijswijk.nl. Dan komt het ook in orde. Ja, toch. Dan sturen wij dat wel door. Is er nog iets wat we gemist hebben? Want we gaan afronden. Debbie. Ja, we willen graag een verkoopwagen. Een verkoopwagen. Ja. Oh, wat goed voor jou. Dus als iemand een verkoopwagen heeft... en die heeft hem al een tijdje in de garage staan, de schuur... en die wilde eigenlijk al vanaf... meld het gewoon even aan hun... of gewoon even bij info@omroeprijswijk.nl. Dan zorgen wij dat wij even de contacten bij elkaar brengen. Kunnen bemiddelen daarin. Ja. Doorgeven. Nou, niet doorgeven. Bemiddelen is zo'n groot woord, maar het doorsluizen. Precies, ja. Oké, Paul. Jij wil gewoon graag weer aan het werk zometeen. Ja, dat... Dat doe je het liefst, hè? Ja, ik vind het leuk om te doen. Ja, maar heel leuk. Ook iets, hè? Derde punt. Mensen zeggen, als je met iets begint... kies vooral iets wat je leuk vindt. Ja. Nou, luisteraars. Ik denk dat we daar weer een heel leuk uur blijvrijheid hebben gemaakt. Zeg nog. Ik zeg, nu maak ik nog hele lange dagen. Nu maak je hele lange dagen. Nou, maar dat hoort er ook bij, hè, als je een bedrijf begint. Ja. Hoeveel? Ik werk... In het begin werkte ik zo'n 22 uur per dag. Zo. En nu doe ik nog 12 is minimum. Zo. Ja. Weinig slapen. Nou, of de tijd naar bed gaan. Ja. Maar de tijd vliegt, hoor. Ja, als je leuke dingen doet, vliegt de tijd. Dat is een goed teken. Oké, jongens, de Lumpia Express. Ga kijken op Facebook. Ja, dankjewel voor jullie komst. Heel gezellig. En jullie bedankt voor de uitzending mocht zijn. Hebben. En als jullie de verkoopcar hebben, kom het even vertellen in de uitzending. Dan gaan we doen. Een kopje koffie drinken en een gebakje van rode rijst. Dan zet hem hier voor de deur. Ja. Is prima. Dan nodigen we iedereen uit. Ja, is goed. Ja. Leuk. Nee, maar misschien, ik hoop er al van, als we dadelijk onze eerste feest hebben misschien, dan gaan we nog wel eens even naar de uitzending in Conclave misschien. Ja, en als we de bijeenkomst met de ondernemers hebben, is ook gewoon leuk. Zet gewoon de wagen hier voor de studio. Perfect. Hartstikke mooi. Prima. Goed zo, Debbie en Paul. Van de Lumpia Express. Precies. Ga jij hem afkondigen? Ja, we zijn alweer zo'n beetje aan het einde gekomen van ons programma. Bedrijvigheid in Rijswijk.